Verstuur je een pakketje of zit je er misschien op één te wachten, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij langs het nieuwe pakketsorteercentrum van PostNL in Tilburg komt. Vandaag zijn de laatste tests uitgevoerd en maandag moet het sorteercentrum daadwerkelijk in bedrijf gaan. Dagelijks zullen vanuit dit centrum zo'n 32.000 pakketten worden bezorgd. De keuze voor het sorteercentrum in Tilburg was eigenlijk heel snel gemaakt. Nou, dat hebben we wel overwogen gedaan. Wij merken vanuit de markt dat er een grote groei is in de volume van de online bestellen, van de pakketjes. En deze uitbreiding in Tilburg is nodig om het zuiden van het land, de regio Eindhoven, Breda, Den Bosch te ondersteunen in nog een sorteercentrum. Nou, bij een PostNL-punt wordt het opgehaald door een chauffeur van ons. Die brengt het naar het sorteercentrum, naar hier. Dan vervolgens gaat het over de machine. En daarna wordt het gesorteerd op het desbetreffende depot van bestemming. En in de nachtelijke uren, tussen zo'n beetje 2 uur en 6 uur in de vroege ochtend, zorgen wij dat de pakketjes over de verschillende depots die wij hebben in Nederland, en dat zijn er 25, met elkaar uitgewisseld worden. En uiteindelijk is jouw pakketje bij het depot van bestemming waar het adres onder valt wat op het pakketje staat. En dan gaat een chauffeur dat uiteindelijk ook weer bezorgen. En als je zo'n nieuw pand bouwt, dan moet je het ook maar gelijk goed doen, denken ze bij PostNL. Tijdens de bouw van het sorteercentrum zijn er met allerlei dingen rekening gehouden, waardoor het pand zo energiezuinig mogelijk werkt. Zo is het gebouw voorzien van een warmte-terugwininstallatie. Maar dat is niet het enige. Het gebouw is voorzien van circa 1000 zonnepanelen die op het dak van dit gebouw liggen. En daar winnen wij circa de helft van de elektra die wij nodig hebben, zeg maar, terug. We hebben rondom het gebouw voorzieningen getroffen voor het elektrisch laden van auto's. En daarmee zijn we echt klaar voor de toekomst en ook om duurzaam te ondernemen binnen Nederland. Met de komst van dit nieuwe epicentrum van de pakketbezorging in de regio stijgt het aantal werkplekken in Tilburg ook. Er zijn namelijk 350 nieuwe arbeidsplaatsen beschikbaar gekomen die ingevuld kunnen worden door mensen uit de regio. Ja, nou, we hebben verschillende campagnes gevoerd daarvoor. We zijn ook met de gemeente Tilburg daarover in gesprek geweest. En wij adverteren ook via onze site van PostNL de vacatures die wij hebben. Die hebben we daar ook gewoon zichtbaar gemaakt. Zowel intern binnen ons bedrijf als extern buiten ons bedrijf. En dat is een succes geweest, want de mensen die hier komen werken komen allemaal uit deze regio.